Ik ben Reinhard Baert, ik ben 16 jaar en ik doe mee aan het project Zuidag. Ik heb een job bij, zoals u kunt zien, Mediaraven. Ik sta hier bij Volvo Cars Gent, het bezoekerscentrum. Kom gerust maar even mee. Zuidag is eigenlijk één dag in oktober dat 16.000 jongeren uit Vlaanderen en Brussel een dag niet naar school gaan, maar ze gaan werken voor een jongerenproject in het zuiden. Dit jaar gaat het loon naar een sterk jongerenproject van jonge cacaoboeren in Nicaragua. Hoe is de werksfeer hier op de vloer? Er hangt hier een goede sfeer, vind ik persoonlijk. Mensen zijn enthousiast en zingen soms terwijl ze aan het werken zijn. Het bevalt u tot nu? Ja, zeker en vast. Dus het is voor herhaling vatbaar? Ja. Ik sta hier nog altijd in de haven van Gent voor het prachtig gerenoveerde, loods. En hierin bevinden zich een aantal bedrijven, onder andere ook het bedrijf Wijs dat ook deelneemt aan Zuiddag. Wat dat het zal worden, dat is maar de vraag, maar dat het Wijs zal zijn, dat is zeker. Wat doen jullie precies? Er liggen hier redelijk veel laptops en wij moeten al die laptops nummeren en zorgen dat ze in een systeem komen, zodat ze weten waar elke laptop zich bevindt. Wat vinden jullie van het project zelf, Zuiddag? Eerst en vooral dat ze geld inzamelen. Dat is al een zeer positief aspect. En ook voor de jongeren zelf, wij kunnen een beetje ervaring opdoen in zo'n bedrijven als hier. Dat is ook altijd wel leerrijk. Terwijl dat de spelers van Gent nog aan het nagenieten zijn van het lekker weertje in Valencia, staan er hier jongeren voor Zuiddag hard te werken. Laten we eens een kijkje gaan nemen. Wat doen jullie zoal? Wij komen de communitywerking van A-Gent een beetje helpen. En wat vinden jullie van het project Zuiddag? Ja, ik vind het een heel leuk project om eens te doen wat anders niet. Zo, ook mijn werkdag zit erop voor vandaag. Ik vond het alvast superleuk om eens een kijkje te kunnen nemen bij Volvo Cars Gent, de Galamco Arena en bij Wijs. Het was ook een enorme eer om mijn steentje te kunnen bijdragen aan het ambitieuze project Zuiddag.